Hi, goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik heb een doosje gehad van Lyko. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Ik zeg gewoon Lyko met allemaal dingen die ik besteld heb. Het is allemaal van Milani. Dus ik zou zeggen, laten we maar beginnen. We beginnen met de Rose Primer Prep and Hydration. Hydrate. Een lichtgewicht base. Ik kan niet de claims helemaal lezen, want ik heb hier geen bril. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Het is een lotionachtig substantie. Ik wil zeggen, het is een beetje rozig. Ja, het is een beetje rozig. Het leek ook een beetje grijzig, maar dat is dan dus weer niet zo. Ja, het smeert gewoon uit als een moisturizer. Ik had laatst een filmpje gezien van iemand die vond dit de beste. Nou, ik weet niet. We gaan het zien. Het geeft een goede glow, moeten we maar zeggen. Goh. Oké, dan heb ik. Ik moet even af en toe in mijn doosje grappelen. Het klinkt echt het soort cheesehead. Ik heb geen concealer. Dus we gaan even de concealer uit mijn Shop My Stash doen. Dat is de Rimmel Free Kind. Free, kind en free. En ik wil altijd hier een beetje extra dekking. Bij mijn neus, zie zo. Onder mijn ogen. En die rode vlekken. Ja, weet je, als ik een echte foundation doe, dan doe ik die rode vlekken niet. Maar, ja, nu wel. Ik heb nieuwe kwasten van Real Techniques. Deze, de foundation kwast. En dan daar de bijpassende concealer kwast bij. Heel zacht, zei ze. Wat een fijne kwast. Niet iets speciaals, gewoon een concealer kwast. Maar hij is, het oppervlakte waarmee je werkt is heel groot. En hij is heel zacht. Dat maakt het een fijne kwast. Ik heb zo'n dag. Oké. Dan heb ik de Milani Glow Hydrating Skin Tint in de kleur 110. Ik ben heel benieuwd. De kleur ziet er een beetje donker uit voor mij. En dan hoop ik dat het een skin tint is die een beetje gewoon wegblendt, zeg maar. We gaan de... Oh, vieze handen. Straks is alles vies. En ik heb een wit shirt aan. We gaan het proberen met de kwast.
Ik heb natuurlijk normaal gesproken die van Morphe en die vind ik echt heel fijn. Het heeft wel een geur, maar waarnaar, dat kan ik niet zeggen. Ik heb het idee dat de foundation de concealer hier heeft weggehaald. Hier ook trouwens. Want net had ik het geblend en zag jij niks van. En nu, begrijp je wat ik bedoel? De skin tint bedoel ik. Maar hij ligt er wel mooi op hoor. Het is echt wel glowy. Maar hij ligt er echt wel mooi op. Je ziet alle huiddingen echt nog wel. Dan heb ik die Milani Loose Powder in de kleur 04 Radiant. Ja. Ja, hij komt. Alles onder de poeder. Nou, die ga ik zo meteen weer uittrekken. Die poeder lijkt mij echt. Ik ga zo'n light layer kwast pakken, want ja, het poedert mooi af. Het behoudt de glans. Het wordt er niet metallic van. Maar ik heb nog steeds een beetje tacky gevoel. Dus ik ga nog heel even in met mijn poeder van Free and Kind. Want ik hou er gewoon niet van als ik dat hele. Tacky gevoel hou. Misschien moet ik iets meer gebruiken. Maar dat ligt nu allemaal op mijn shirt. Dan heb ik een Rosewater Prep and Refresh Hydrating Mist. Het is een heel klein flesje. Ja, die ruikt naar rozen. Absoluut. Die ruikt echt naar rozen. Wat ik dus nu ontzettend dom gedaan heb. Maar ook ontzettend dom. Is een liquid blush. En ik heb nu gepoederd. Dus die kunnen we niet gebruiken. Ik heb een oogpotlood in het donkerbruin.
En dat is een longwear oogoplood. Hallo? Sorry. Met aan het einde een slijpertje en een smutser. Zo. Nee. Maar dat gebruik ik niet, want ik gebruik hem alleen om te tightlinen. Maar hij smuts wel heel goed. Ik kan het gewoon met mijn vingers smutsen. Oké. Oké, lipproducten. Ik heb een aantal lipproducten gekocht. Als eerste een lippenstift. Ja, dat kan ik allemaal niet lezen, want ik heb geen bril op. Maar dit is een Milani lippenstift in de kleur 27 Dolce Carmelo. Mooie kleur hoor. Absoluut. Voelt fijn. Dan heb ik de Milani Max. Keep it full Max. In de kleur 110. Nou, in die kleur 110. Nou. Dat is een gloss. Ja, dacht ik al. Wow. Acuut. Menthol op je lippen. Echt acuut. Dit is My Lips But Better. Dit is gewoon feitelijk mijn lipkleur. Oh hel, er komt een beetje van in mijn mond. Oh. Heftig. Wow. Oh, wow. Dan heb ik een Milani Keep It Full, maar dan niet de Max, maar een gewone in de kleur 15. Kijken of ik het kan lezen. Ja, het heeft allemaal iets met luster. Dit is gewoon een nude goud lipglossje. Ja. Minder heftig dan die Max. Die Max is echt wow. Dan heb ik nog een lipgloss. De Ludacris. In de kleur 110. En die is echt heel goud. Heb ik het idee. Zou ik een ander... Ja... Yo, dat spul blijft in je mond zitten. Dit is gewoon... Jeetje, ik heb gewoon het schaaroog. Dit is gewoon een doorzichtige lipgloss. Wel heel fijn. Heel dik, het lijkt een beetje op een balm. Oké. Excuseer mijn tranen de ogen. Wow. Wow. En dan degene die ik eigenlijk op wilde. Echt. Jongens, dit is toch niet
filmen. Wat heftig. Zit ik ook nog met die kwast in mijn oog? Wow. Dit is de Milani Amour Satin Matte. Het voelt als water. Ik ga een heel klein beetje concealer aanbrengen om het een beetje mooier. Mooie liplijn te geven, wou ik zeggen. Dit is ook gewoon mijn lipkleur. Ga kijken of ik nog een laagje kan doen. En of die dan ook gewoon mooi opdroogt. Het is een beetje... Het is een beetje paars-grijzig. En nu kun je zien, haar in mijn mond, dat mijn lipkleur eigenlijk iets rozer is. Hier. Dus met één laagje heeft het heel veel weg van je lipkleur. Met twee laagjes wordt hij wat donkerder. Ik dep hem een beetje af. Ben benieuwd. Wow, ik heb echt een traanoog van dat spul, joh. Wow. Ja, ik heb een oogschaduwstick. Dat is deze. Maar die gaan we niet gebruiken, want met dat traanoog, dat wordt hem niet. Dan heb ik een mascara. Dit is de Most Wanted Lashes. Nieuw. Nieuw. Hij is nieuw. Nou ja, voor mij wel in ieder geval. Ik ga heel even de wimpertjes krullen. Hij plakt een klein beetje, maar is echt niet oncomfortabel. Dan krijg ik ook nog een loopneus. God jeetje. Zo ziet het borsteltje eruit. Ik even mijn spiegel groter zetten. Ja. Dat kunnen jullie niet zien, hè, vanwege mijn kleine wimpertjes.
Dit is mooi, zeg. Het is een redelijk dikke formule. Hij geeft niet heel veel lengte, denk ik. Maar hij houdt de wimpers heel mooi gescheiden. Even aan de onderkant. Dan doen we nog een laagje aan de bovenkant. Nou hoop ik dat hij de krul houdt en dat hij niet gaat fleken of smatchen. Want dat zou ik heel zonde vinden. Want met opbrengen denk ik echt, dit is een goede mascara. Dit waren de alle Milani producten. Ik ga het nog even afmaken met een blush. En ik ga mijn wenkjes even doen. Maar dat is iedere dag hetzelfde. Dus dat hoef ik niet te laten zien. Wat vind ik ervan? Ik vind Milani over het algemeen een fijn product. Ik ben niet heel erg onder de indruk van hun basisproducten. Dus de foundation, de poeders, dat soort dingen. Nooit geweest, maar qua kleur dingen en zo. En de primer is goed. Het oogpotlood is goed. De mascara vind ik echt geweldig. Ik ben heel erg onder de indruk. Ja, over het algemeen. Alles bij elkaar geef ik het een 6,5. Als ik alleen de kleurdingen neem, dus de lipproducten, de mascara, niet de basisproducten erbij, dan geef ik het een goede 7,5. Dus de basisproducten, ik weet niet. Ik ben er nog niet heel erg. Ik heb het gevoel dat ik een soort Tin Man ben. Ja. Ik weet niet. Daar moet ik nog even over nadenken. Kom ik op terug, denk ik, als ik het niet vergeet. Nee. Bedankt voor het kijken naar mijn Hobby YouTube kanaal. En ik zie jullie volgende keer weer. Like en subscribe. Doei. Mwah.